Wat moet je doen bij ruwe ondergronden en bij gladde ondergronden? Bij beide is het verstandig om de ondergrond goed schoon te maken, vet en stofvrij. Na het schoonmaken kun je beginnen met het schilderen van je muur. Voor ruwe ondergronden gebruik je de muurverfroller voor gestructureerde ondergronden. Deze muurverf wordt dankzij de lange haren van de muurverfroller evenwichtig verdeeld op de wand. Voor gladde ondergronden kun je gebruik maken van de muurverfroller gladde ondergronden. Bij beide rollers wordt er geadviseerd om muurverf vol op te zetten.